Woensdag 6 december, bijna 2 uur. Welkom bij een nieuwe Vlogmas. Het is woensdag en het is nu ook al bijna 2 uur. En ik ga beginnen met het leren van mijn eerste examen. Ik heb morgen sociale wetenschappen en ik zie het een beetje zitten. Ik heb altijd heel veel schrik op voorhand en ook wel wat stress en denken dat ik het niet ga kunnen. En uiteindelijk valt het altijd wel goed mee. Dus ik hoop dat het nu ook vandaag weer zo gaat zijn. Nu, ik heb gisteren en eergisteren al een beetje geleerd voor SW, dus ik denk, ja, dat moet wel lukken en we blijven doorgaan tot het helemaal klaar is. Dus ook al is dat 11 uur deze avond, ik stop pas als het klaar is. That's the spirit, zeggen ze wel eens. Vandaag ben ik met school nog gaan schaatsen en heb ik eigenlijk niet echt les meer gehad. Maar ja, dat was wel leuk eigenlijk. Ik ga nu eerst een to-do-lijstje maken van hoe ik het leren wil aanpakken. Dus bijvoorbeeld gedrag en leren en dan pauze zo. Wil ik het aanpakken en dan ga ik er nu maar heel snel aan beginnen. En dan spreek ik jullie in de rest van de namiddag nog wel. Ik wil wel nog eerst even zeggen, ik kreeg gisteren een comment waarin er stond van wil je proberen niet de hele tijd je leren te filmen. Ik ga dat ook proberen. Dus ik ga ook proberen andere dingen te filmen. Maar op deze moment, en zeker vandaag, is het echt puur leren en leren. Dus ik ga, ja, natuurlijk ga ik wel vloggen, maar ik ga me vooral concentreren ook op het leren. Ik ga ook wel wat beelden filmen soms, nu nog niet per se in het begin. Maar ik ga mijn best doen om daar een beetje rekening mee te houden. Maar als dat niet is, ja, mijn excuses zijn, maar ik ga er wel aan denken. Naar de Delhaize gegaan en ik had gevraagd om een paar muntjes en also, de kauwgom mee te brengen. Ik eet dat wel vaak tijdens het leren om gewoon wat afleiding te hebben. En kijk wat ze allemaal bij heeft. Dus ze heeft zeven dingen bij. Ze heeft als eerste, het is hier eigenlijk een mini shoplog van Van Alles. Van kauwgom en muntjes. Dus als eerste heeft ze deze Mentos bij. Dan heeft ze nog... Wacht, dat is hier helemaal niet gefocust, hè? Nee, ik wil dat dit focust. Ja. Als eerste heeft ze Mentos bij. Dan heeft ze nog een rol Mentos kauwgom bij. Dan heeft ze nog deze muntjes van Vic bij. Dan nog een potje Tic Tacs. Nog een potje fris. Een pakje Sportlife en nog een pakje Mentos. Wat? Oh, dankjewel mama, dat was echt oh, zalig. Het is al 6:30. En ik heb net gedaan met eten. Ik heb mijn dessertje gegeten en al. En ik moet nu nog... Wacht hè. Ik ga even mijn to-do-list laten zien. Ja, ik heb hier uren opgeschreven, maar die kloppen niet echt. Ik moet nu dit blad nog doen. Dus dat is pagina 25 van Cognitie. Dan moet ik emotie nog doen. En dan moet ik nog de PowerPoint extra oefeningen toetsen bekijken en alles herhalen. Maar niet naar die uren kijken, gewoon naar alles wat ik nog moet doen. Dus ik kan hier bijna ook een markeer doorzetten. En dan moet ik van leren dat nog eens, ja, dat boek en al leren. Dus dat moet ik allemaal nog doen. En dat is nog wel even doorzetten. Maar emotie moet op iets meer dan een uurtje wel lukken.
Dus pak dat ik rond 7:15 kan beginnen met emotie. Ja, dan ben ik rond 7:45 klaar met emotie. En dan moet ik gewoon nog mijn testen doen. En PowerPoint bekijken en al. En dan misschien nog eens alles herhalen. Of gewoon, als dat niet meer lukt, alles herhalen. Allee, dat lukt altijd. Gewoon mijn bundel nog eens heel goed doorlezen. Definities opzeggen. Want ik heb hier ook een papiertje gemaakt met al mijn definities. Deze zijn ze nog niet allemaal. Maar ja, gewoon deze. En dan kan ik die nog eens opzeggen. En zo ga ik het dan nog doen, denk ik. Maar ik ga nu wel voortdoen. Want ja, anders duurt het nog langer. Amai, wat is er met mijn haar aan de hand? Oké, maar ik ben nu de vlog van 5 december aan het editen, die eigenlijk al om 4 uur vandaag moest online staan. Ik ben die nu aan het editen. Het ziet er weer heel flatterend uit. Maar ik had dus vandaag echt nog geen tijd. En gisteravond had ik ook geen tijd, want ik had training. En daarna had ik eigenlijk echt geen tijd meer. En ik moest vandaag zoveel leren dat ik geen tijd had om tussentijds dan ook nog even te editen. Dus ik doe het nu nog en ik kom rond 9:45 pas online. Maar ik wil wel nog graag online zitten. Want anders komt het weer met mijn dagen en bla bla bla. Dus dat ga ik nu nog even doen. En ik ben ook klaar met SV-leren trouwens. Het is nu 9:20. En ik ben al klaar van 9:15 of zoiets. Ongeveer. Of iets later. Maar goed, ik ga nu voortdoen met editen, want ik kom snel online. Ik ga slapen nu. Het is 10:00 en ik ga morgen om 6:00 opstaan om mijn SW nog helemaal te herhalen. Dus ik wil je heel erg bedanken om te kijken naar deze vlog. Doe deze zeker een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet ook zeker niet even te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag morgen om normaal gezien 4:00 weer. Doei!